Ace of Base, A Cruel Summer. Maar ik zou eerder het een koele zomer noemen in ons Belgische landje. Want ja, na de voorbije week zo warm te zijn. Volgende week, Joris, 22 graden nog maar. Ja, het gaat stilaan achteruit. Gelukkig is het hier nog warm in de studio. En ja, dat kan ook niet anders, want naast mij zit een Miss. Ze was hier al eerder te gast als winnares Miss Fruit Belgium, als winnares Miss Friendship. En nu komt ze haar voorstellen als kandidaat van Miss Exclusive. Welkom, Shali Abiusi. Hallo, Joris. Shali, volgende keer dat je hier komt, is dat als winnares van Miss Exclusive. Kunnen we dat nu al afspreken? Ik hoop het echt enorm. Ik zou willen dat we die deal konden sluiten, maar ik ga nog heel hard moeten werken daarvoor. Kan je die verkiezing even toelichten en ook de titel Miss Exclusive? Van waar komt het en wat betekent het precies? Wel, Miss Exclusive is dus het meest exclusieve meisje van het land. Ja, het is een zeer recente verkiezing eigenlijk. Het is nog maar de derde editie. Maar Miss Exclusive staat echt al aan de top in de missenwereld. En waarom heb je je precies voor deze verkiezing ingeschreven? Want ik kan me inbeelden dat je nog 1001 andere aanbiedingen had. Wel, omdat Miss Exclusive gewoon top is. En het is een zeer professionele verkiezing. Ik heb de verkiezing ook gevolgd de voorbije 2 jaar. Dus het is nu de derde editie. En het straalde gewoon echt professionaliteit uit. En ik dacht, ja, na mijn andere verkiezingen is dit toch wel het van het waar ik aan wil meedoen. En het is me gelukt om bij de laatste 10 te geraken. Dus ja, een beetje een meisjesdroom die uitkomt. Hè? Ja, want er waren veel kandidaten die de selecties hebben moeten doorstaan. Ja, dat klopt. Er waren 682 inschrijvingen. Dat is enorm veel. Ja. En waaruit bestond de selectieronde? Kan je dat misschien even kort vertellen? De 682 inschrijvingen die werden voorgeselecteerd. En uiteindelijk zijn er 100 meisjes naar de preselecties moeten komen. En daar heb je dan een gesprek gedaan met de jury? Ja, inderdaad. We hebben een korte défilé moeten doen en een jurygesprek. En was dat allemaal goed meegevallen? Ja, het was toch wel eventjes terug zenuwen. Want terug zo als finalist en naar preselecties gaan was toch wel even zenuwslopend. Maar ja, we zijn bij de laatste 10 geraakt en super. Je hebt het er goed van afgebracht. Ja. Je bent nu ook bezig aan een indrukwekkende promotiecampagne. Shali is overal. Ja. Je mag het echt wel letterlijk nemen, want je bent ook overal. Ik weet niet hoe je het allemaal doet, maar licht je belangrijkste promotieacties eens even toe voor de luisteraars. Oh, ik ben heel trots op mijn lichtkranten die ik heb kunnen verwezenlijken. Daar ben ik echt heel trots op. Dat is ook iets exclusiefs trouwens. Ja, ik heb er nog nooit anders geweten dat er een mis op de lichtreclame staat van stations. Inderdaad, daar ben ik heel trots op. Dus als iemand wil gaan kijken, het is in heel Vlaanderen te zien. Ben ik te zien op de lichtkranten en maak ik promotie voor mezelf en voor de verkiezing. Daar ben ik wel heel trots op. Verder ben ik ook zeer gemotiveerd om mij in te zetten voor het goede doel. Ik ga werken voor de Make-A-Wish Foundation. Voor terminaal zieke kinderen wil ik mij graag inzetten. En ik ga stunten, kan ik al zeggen. Ik heb al een snoepjesverkoop gedaan samen met een andere finaliste, Jessica. Zijn wij al enkele dagen op pad geweest in de snikhete zon. Maar het gaf wel een voldoening dat de mensen zo positief waren en dat we toch veel hebben kunnen verkopen. En verder, ja, ik ga echt stunts uithalen. Ik zal al iets verklappen. Ik ga mijn eigen kalender ontwerpen. En het gaat ook in de media gelanceerd worden, omdat er een BV achter mij staat. En die kalender, wie gaat de foto's maken? Mogen we dat al weten? Ja. De foto's. Uiteraard ga ik daarvoor samenwerken met Miss Items fotograaf George Ria. En die staat nu op dit moment heel kort bij mij. Inderdaad. Dus, en hoe gaan we die kalender kunnen kopen? Ga je dat nog allemaal via Facebook laten weten? Uiteraard. Het gaat ook in de media terechtkomen. Ik ga het natuurlijk op Facebook verkondigen. En ik kom hier wel eens langs om een paar exemplaren te verkopen. Geen schrik. Wel, gaan we jou zeker en vast aanhouden. Shali, doe je dat nog altijd zelf, die contacten leggen, afspraken maken, je Facebook beheren? Want ik zei het juist al, je bent overal. Uiteraard doe ik dat nog zelf. Het is belangrijk om contact te onderhouden met de mensen waar je mee samenwerkt. En ook met vrienden, mensen die je volgen op Facebook. En ik vind het heel belangrijk dat de mensen weten waar ik mee bezig ben. En ja, fans, dat zij ook persoonlijk met mij contact hebben en niet met iemand anders die op mijn Facebook zit. Dus ja, ik doe alles nog zelf. En waar ben je zelf het meeste trots op? Want je hebt al heel wat verwezenlijkt. Oh, bedoel je mijn carrière tot nu toe? Ja, ja. Oh, waar ik het meeste trots op ben. Wel, ik ben eigenlijk trots op alles. Van stap 1 tot nu, waar ik sta,
En ik zou het nooit kunnen verwezenlijkt hebben zonder zoveel mensen die mij steunen. En ja, ik ben gewoon trots op alles wat ik tot nu toe heb bereikt. En ik wil nog groeien en verder geraken. Enorm gemotiveerd. Ja, zeker weten, zeker weten. Ik zei het juist ook al, je hebt al een heel mooi traject afgelegd op korte tijd. Welke zijn volgens jou de grootste vaardigheden die en kwaliteiten die een goede mis moet hebben? Een mens moet ondernemend zijn, ze moet durven en ja, onder zich uit zijn, mensen durven aanspreken. Ik vind het ook belangrijk dat een mens vriendelijk is naar de mensen toe en toch een beetje een zekere intelligentie heeft. Want ja, ik vind het cliché van de domme mis, dat moet echt uit de wereld geholpen worden. Dus intelligentie vind ik persoonlijk ook wel belangrijk. En welke raad kan je meegeven aan jonge meisjes die zo aan het twijfelen zijn van zou ik me inschrijven, zou ik me niet inschrijven? Ik zou het aanraden om zeker te doen. Ik vind persoonlijk dat je er echt enorm van groeit als persoon. En ja, het heeft alleen maar voordelen. En zijn er ook dingen waar je spijt van hebt, waarvan je zegt van kijk, had ik het geweten, ik had het anders aangepakt of ik had het iets anders gedaan? Tot nu toe ben ik eigenlijk zeer tevreden over mijn traject. En ja, natuurlijk, iedereen maakt wel eens fouten, maar ja, zoals ik al zei, je groeit er enorm door en je leert ook dingen beter aanpakken en zo. Dat leer je allemaal doorheen je traject. Dus, ja. Je hebt ook heel wat volgers op Facebook. Heel veel mensen hebben dan ook een mening over jou. Een mening over de missen in het algemeen, die soms niet altijd even fijn is om te horen. Hoe ga je daarmee om? Want je krijgt sowieso kritiek. Je hebt fans, maar je hebt ook mensen die niet zo positief zijn. Tuurlijk. En ik vind het eigenlijk leuk dat ik al die vooroordelen de wereld uit kan helpen. Zoals dat blonde meisjes dom zijn, dat missen, dat ze dom zijn, dat missen niks moeten kunnen en alleen maar mooi moeten zijn. En ik bewijs nu dat ik heel hard moet werken om mijn plaatje te verdienen. En ja, ik vind het leuk als ik vooroordelen van de baan kan vegen. En welke zijn die grootste vooroordelen of misverstanden, om een woordspeling te gebruiken, die je echt wel graag de wereld uit zou willen helpen? Ja, dat een mis niks moet doen en gewoon een beetje... Ja, het wordt enorm onderschat heel vaak, misverkiezingen. En het vraagt toch wel veel moed om daar op een podium te staan, om je te showen, om ja, buiten te komen. Het vergt ook enorm veel tijd en inzet, doorzettingsvermogen. Het is soms zwaar, maar je moet je er doorheen bijten en... Ja, het is dus niet zo dat een mens niks moet doen en niks moet kunnen. Ze moet echt wel intelligent zijn, ondernemend. Ja, het is zoveel. Het is een totaal pakket wat nodig is. Absoluut. En welke zijn de volgende promoacties die je nog zal doen? Waar je nog te zien zal zijn? Goh, ik ga nog op heel veel plaatsen te zien zijn. We zullen bij vanavond beginnen. Vanavond ben ik hier te gast en ik denk dat ik vandaag eens vroeg ga slapen, want het is al elke dag heel druk geweest. Maar morgen ga ik terug op pad voor de Make-A-Wish Foundation. Ik heb nog een afspraak met een journalist morgen. Wat ga ik nog doen? Ja, ik ga het ontwerp van mijn kalender bespreken, zeer belangrijk. Zondag zijn we te zien in Blankenbergen. Wij krijgen daar surflessen krijgen we daar van onze sponsor Taste. En ja, in Blankenbergen gaan wij een dagje promo voeren met de meisjes. En ja, de rest kan je op Facebook voilà. Zien. Je accepteert iedereen? Of, Op mijn persoonlijke Facebook niet altijd. Als ik zie maar één gemeenschappelijke vriend, ja, dan moet ik al eens nadenken. Maar op mijn fanpage, jullie kunnen altijd op mijn fanpage terecht. En dat vinden we via jouw naam, Shelly Abusi? Ja, dat is gewoon www.facebook.com/ hoofdletter M, hoofdletter E, Shelly Abusi. Voilà, zeker en vast doen. Heel belangrijk natuurlijk, wanneer is de verkiezing en hoe kunnen de mensen op jou stemmen? Want daarom ben je uiteindelijk hier bij uiteraard. Ons. Uiteraard. De verkiezing zal plaatsvinden in Brussel, op een zeer exclusieve locatie uiteraard. 13 oktober gaat de verkiezing door, dus als iemand kaarten zou willen of zou willen komen kijken, jullie mogen altijd een mailtje sturen naar shelly@missexclusive.be. En stemmen voor mij, dat kan door een sms'je te sturen naar 6693 met de vermelding hoofdletter M, hoofdletter E, spatie 7. Ik ben dus finalist nummer 7. Dus allemaal een sms'je sturen voor mij. Daar ga ik heel blij mee zijn. En, want ja, wie de sms-voting bent, gaat naar het buitenland. En dat zie ik zeker zitten. En jullie kunnen natuurlijk ook voor mij stemmen op Miss Items. Niet te vergeten, zeer belangrijk. Het is een zeer belangrijke partner, Miss Items. Dus
allemaal zo snel als je kan naar www.missitems.be. Rechts zullen jullie het kadertje Polls zien. Daar moeten jullie kiezen voor Miss Exclusive 2013. Mijn naam aanduiden, Charlie Abusi. niet dat ze iemand anders gaan aanduiden. En op stem klikken. Dus ook de promocampagne kan je volgen op Miss Items, want de artikeltjes worden telkens goed op tijd gepost. En mensen kunnen ook daar op de hoogte blijven. Ik had nog even een randvraagje. Jouw echte naam is eigenlijk Shalimar Abusi. Ja, een van de eerste interviews die je hier deed, zei je van Shali is de naam voor de vrienden. Is die naam ondertussen ingeburgerd door iedereen? Ja, eigenlijk wel. Iedereen kent mij als Shali. En Shalimar, dat is eigenlijk alleen maar zo in familiekringen af en toe. Maar de meeste mensen zeggen wel Shali. Ja, het klinkt ook, ik vind dat ook beter in de mond ligt. En, Shalimar is als de papa kwal. Shalimar! Ja, dan ja. Goed, hier had ook nog een luisteraar een vraag gesteld, Katrien Paak. En ze zei, je won reeds Miss Fruit. Stel, je wint nu ook deze titel. Heb je dan je doel bereikt? Of beschouw je de overwinning als dat smaakt naar meer? Uiteraard smaakt het naar meer. Stel dat ik deze titel zou winnen, dan is mijn doel om de verkiezingen op een heel hoog niveau te tillen, om blijven te werken voor de verkiezingen. Het wordt dan eigenlijk je kindje, dan wordt mijn kindje Miss Exclusive. En wanneer is je doel bereikt, is de vraag. Ik doe het graag en het is mijn passie en ja, ik wil er zeker nog verder in. Ja. Voilà, dat is een mooie afsluiter. Zeg nog eens even, hoe kunnen de mensen voor jou sms'en? Dat is het belangrijkste. En hoe kunnen ze kaarten voor jou kopen? Als ze kaarten willen voor naar mij te komen kijken, en naar de andere meisjes uiteraard, hè, dan mogen jullie een mailtje sturen naar shali@missexclusive.be. Als iemand vragen heeft of iets wilt bespreken met mij, mij wilt steunen qua sponsoring eventueel, dan mogen jullie altijd een mailtje sturen naar shali@missexclusive.be. En een sms'je sturen voor mij kan naar het nummer 6693... En hoofdletter M, hoofdletter E, spatie 7. Wel, we gaan het zeker en vast nog op Facebook zetten, zodat mensen die het niet goed hebben kunnen horen of opschrijven, het nog altijd kunnen doen. Shalimar Abusi, Shali Abusi. Ik dank je ontzettend voor de komst naar de studio en we gaan weer een afspraak maken. Zeker de volgende weten. Keer als je gewonnen hebt, kom je terug met je kroontje. En zo verder enzovoort. Bedankt voor de komst naar de studio. Het interview kunnen jullie nog eens herbeluisteren op onze Facebook. En de foto's zullen, als George Riga dit wil, ook zo snel mogelijk op onze Facebook terechtkomen. Dank je wel daarvoor. Ja, inderdaad. En Shelly vroeg daarnet nog, hebben jullie I Say To Pego? Wel, Shelly, die heb ik speciaal voor jou.